Ik kan me voorstellen, Gerard, dat het toch lekkerder traint na een overwinning. Ja, als je, en zeker met goed voetbal. Als je ziet de tweede helft, hoe we goed gevoetbald hebben en dan nog 3-1 wint, ja, dan is het, dan weet je dat, en de zon schijnt, dus ja, dan is het heerlijk training deze week. Ja. Merk je dat toch gelijk aan de groep? Merk je het aan de vrolijkheid in de groep bijvoorbeeld? Ja, natuurlijk merk ik dat, omdat we heel lang tegenaan hikten. Hè, want we speelden niet slecht. Tegen Sparta zelfs 2 goals gemaakt en waren we ook heel dichtbij. Ja, en dan weet je gewoon dat het een keer gaat komen. Alleen, ja, het moet wel een keer. Dus ja, dit smaakt en het smaakt ook naar meer. En ik heb wel gezegd, het is natuurlijk niet 1 wedstrijd winnen en daarna weer verliezen. Dit moeten we wel doorzetten en daar zijn ze wel van overtuigd. Wat ging er tegen Cambuur goed, wat in andere wedstrijden minder goed ging? Nou ja, we hebben niet zoveel kansen weggegeven. Dat deed wel niet. We hebben ook geen goals weggegeven. En we scoren op het juiste moment. En dat is eigenlijk het enige. Hè. Dat klinkt misschien heel makkelijk, maar het is wel zo. Hè. We kregen die strafschop op het juiste moment. En we scoren in de 90e minuut volgens mij. Ja, dat is ook een heerlijk moment op de 3-1. En dan weet je dat dat in de tas zit. En dat is eigenlijk het enige verschil, vind ik. Want soms hebben we hele prima wedstrijden gespeeld. En dan kwamen we te scoren toe. En nu gebeurt dat wel. Ja, want daar hebben we het in het begin van het seizoen over gehad. Het gebrek aan scorend vermogen. Ja, ja. Dan scoorde toch in de laatste 2 scoorde gewoon 5. Ja, dat is helemaal niet zo'n slecht gemiddelde. Nee, dat heb ik ook gezegd. We zijn natuurlijk ook wat anders gaan spelen. We zijn een soort 5-3-2 gaan spelen of 3-5-2. Nou, en dat past enorm goed bij deze groep. Zeker met de back Stankov en Brendan. We hebben natuurlijk 3 fantastische centrale verdedigers. Nou ja, en dan heb je ook de snelheid voor hem met Jeremy en Osama. En Savas natuurlijk een hele vrije rol. En dat past hem enorm, want hij scoort niet voor niks 2 keer. En ik heb ook gezegd, ik hoop niet dat het hierbij blijft. Ik hoop dat hij nog meer goals gaat maken. Want je ziet wel dat hij zijn eigen ruimte creëert. Ja, dat hij gewoon fantastisch kan voetballen. Nou, en zeker met de snelheid van Jeremy, ja, daar houdt iedereen rekening mee. Hè. Dat zei vorige keer tegen Sparta. Ja, en nu was hij nog een aantal keren gevaarlijk. Ja, en Samouri begint weer aardig te draaien. En dat geeft wel een goed gevoel richting de komende wedstrijden. Ja, dan lijkt het alsof de puzzelstokjes langzaam in elkaar vallen. Ja, soms duurt het wat langer dan je hoopt. Maar dat heb je als je een hele nieuwe groep hebt. En nu doorzetten. Hè, want het is natuurlijk niet 1 wedstrijd. Het is in 1 keer dat we een Hosanna hebben. We blijven wel scherp. En dat heb ik tegen de jongens ook gezegd. Nu is de eerstvolgende wedstrijd Den Bosch. En dat is het belangrijkste. Hè. We hebben even genoten. Maar de focus was al maandag weer gelijk op Den Bosch. Ja, en over die tegenstander gesproken, Den Bosch. Ja. Wat zijn hun sterke punten, vind jij? Nou, ze hebben in ieder geval meer punten dan ons. Dat is al een sterk punt. Nou ja, er zijn veel ploegen van op dit moment. Dat bedoel ik. Dus het is een hele nieuwe ploeg ook. Hè. Veel nieuwe spelers. Spelers die ik helemaal niet kende. We hebben natuurlijk wel heel veel beelden gezien. Het is gewoon een heel prima voetballende ploeg. Goede spits. Je hebt Beltrame eromheen. Je hebt nog een zijkant die snelheid hebben. Dus in dat opzicht hebben ze een prima ploeg voor deze divisie. Wie mis je? Morgen? Niemand. Ik mis niemand. We hebben iedereen fit. Sibbe een klein beetje last van zijn voet, maar ook, hij traint nu mee. Maar voor de rest is iedereen topfit. Dus ja, we gaan ook niet veel veranderen.